Als er zoiets zou bestaan als een prehistorie van het orgel, dan zou dit als het ware het skelet zijn, het voorbeeld van hoe orgels er ooit uitzagen. Dit is namelijk een reconstructie van een orgel uit 1479. Een behoorlijk aandeel van het oude instrument, dat hebben we nog. In de kern is die eerste bouwfase uit 1479 nog zo goed herkenbaar dat het mogelijk bleek om dat te reconstrueren. Ik heb hier dus duidelijk deze gaatjes die hier dichtgeplakt zijn, die waren er duidelijk later ingeboord. Daar kon je zien aan het feit dat deze gaten die er oorspronkelijk in zaten, die waren van onderen heel mooi geoverijnd. Ja. En deze waren er zo van bovenin. Die hebben ze gewoon in het orgel erdoorheen geboord. Ja. En die hebben we dus dichtgemaakt. En jij hebt al een keer deze gaten allemaal gemeten. Hè? Ja. Dat hebben wij ook nog een keer gedaan. We hebben op dit orgel een blokwerk, dus een werk dat alleen maar aan en uit kan als het ware. Je drukt een toets in en je hoort alles tegelijk. En daarnaast, eigenlijk daarboven, boven in het orgel, is een mogelijkheid geschapen om ook één rij pijpen alleen te laten klinken. En die noemden ze in die tijd een doof. En dat is eigenlijk het woord dof. Ze noemden dat in die tijd een dof geluid als fluiten. Maar er is ook nog een cymbal. En de cymbal, dat is misschien een imitatie van het klavensymbool, maar in ieder geval een imitatie van handklokjes, cymbal. En dat zijn ook hele kleine pijpjes die eigenlijk geen echte duidelijke toonhoogte geven, maar mee rinkelen. En ik gebruik ze dan in combinatie met die doof. We hebben in dit orgel gekozen voor een temperatuur die eigenlijk meer bekend staat uit de 16e eeuw. Middentoonstemming heet die. Maar we hebben vermoedens dat in ieder geval in het eind van de 15e eeuw een dergelijke manier van het orgel anders stemmen al in zwang was. Wat het impliceert in dit geval is dat niet, wat in vroege orgels het geval was, de kwinten, bijvoorbeeld C, G, precies zuiver gestemd waren, maar hier de tertsen, dus bijvoorbeeld C, E of F, A. Ik kan dat demonstreren wat het effect daarvan is door even in een zuivere toonsoort te spelen. Speel ik het een half toontje hoger, dan is alles vals. Er wordt eigenlijk in concerten nauwelijks muziek uit de 15e eeuw gespeeld. Dat is omdat er maar heel weinig 15e eeuwse orgelmuziek is. Daar zitten een heleboel vreemde stukjes bij die waarschijnlijk door amateurs zijn opgeschreven. Maar er zitten ook echte juwelen bij. We weten van de organisten uit die tijd dat ze de koormuziek op het orgel speelden. Dus zij namen gewoon koorstukken van Josquin des Prez, van Guillaume du Failly. Die zetten ze om naar orgel. Ze lieten ze een stemmetje weg en ze schreven het op in notenschrift dat een organist ook kon lezen. En ze speelden als het ware die vocale muziek in afwisseling met het koor. Het zijn dus heel vaak korte stukjes en vrijwel altijd liturgisch, dus voor in de kerk bedoeld.
Maar het is een orgel dat door de klankwereld ook veel meer biedt. Je zou er ook gewoon, net zoals je op andere orgels kunt doen, moderne muziek op kunnen spelen. Sterker nog, je zou er stukken voor kunnen schrijven. Dat zal ook allemaal wel gebeuren in het orgelpark, neem ik aan. Finale.